Hallo, mijn naam is Maria Joanna vanuit Bali, vanuit mijn droomhuisje in Ubud. En in deze video wil ik het graag hebben over mijn naamsverandering, welke impact het op mij heeft gemaakt. Het is nu namelijk iets later. Ik werk, nu ik deze video opneem, sinds 4 weken onder mijn nieuwe naam Maria Joanna. En ik ben eigenlijk compleet opnieuw begonnen, vanaf nul. En ik ben begonnen met dus video's opnemen, met wat informatie. En sinds 1,5 week heb ik mijn diensten gepromoot. En mijn droom was ook om te kunnen wonen en werken waar en wanneer ik maar wilde. Ik ben dus naar Ubud gegaan, was aan de ene kant wel een risico, maar ik had gewoon heel erg vertrouwen. En binnen 1,5 week heb ik voldoende klanten om te kunnen wonen en werken hier. En ik heb nog heel veel aanvragen, dus volgens mij komt dat helemaal goed. Het is al goed. En dat is ook precies wat ik wil delen, want sinds ik dus mijn naam heb veranderd naar Maria, Maria Joanna, zie ik gewoon dat mijn leven veel meer synchroon loopt. Het lijkt wel, ik hoef maar aan gedachten te hebben, ik hoef maar iets uit te spreken, het komt zo naar me toe. Dus het lijkt soms misschien heel vreemd om je naam te veranderen, of tenminste, ik vond het wel vreemd om te doen. Maar nu ik het eenmaal heb gedaan en het is iets later, ben ik zo blij dat ik het heb mogen meemaken. Want het is zoiets unieks dat je zoiets doet en ik heb het natuurlijk niet met mijn hoofd bedacht. Ik zal even vertellen eigenlijk hoe dit ontstaan. Ik was dus op een spirituele pad beland, want ik voelde altijd van er is meer en hoe zit het leven nou, wat is nou de waarheid. En ik voelde ook een stukje eenzaamheid, ondanks dat ik eigenlijk alles had en mijn dromen echt helemaal aan het waarmaken was. En dat was dan onder de naam Mariette Schouten en dat ik dit boek Quarter Life Challenge, in 20 dagen weten wat je wilt. Ik was allemaal mensen aan het helpen, hun leven was aan het veranderen en dat was echt fantastisch. Maar op een gegeven moment had ik echt een soort break. En ben ik full focus op mezelf, onderzoek gaan doen in mezelf. En dus in de spiritualiteit gedoken. Ik had ook nog een part-time baan, heb ik ook opgezegd. En ja, ik had dan wel hier en daar nog wel een beetje een speech, zodat ik wat inkomen had en zo. Maar eigenlijk was ik best wel, ik was niet zo actief. En ik was met name bezig gewoon met mezelf. En heb mezelf die tijd gegund om ook echt in mezelf te kijken. Het is zo waardevol geweest. Ik zou echt iedereen aanraden om het gewoon een periode in je leven te doen. Om alles aan de kant te zetten en helemaal die innerlijke reis te doen. Je kan natuurlijk ook altijd allemaal bij elkaar lopen, maar voor mij heeft dit gewerkt. Want als ik iets doe, wil ik het graag goed doen en vol gefocust. Nou, zo dus ook dit. En op een gegeven moment, want ik werkte dus heel erg aan de connectie met mijn hogere zelf. Aan de verticale verbinding. Ik zie het eigenlijk zo dat denken is horizontaal, dat is vast. En ik had altijd het gevoel van, ik wil niet het vaste en ik wil vrijer. Eigenlijk is vrijheid heel belangrijk voor mij. En dat vind je heel erg in de spiritualiteit, vrijheid. En ik heb daar zo mooie dingen gevonden. En het heeft mijn mind zo erg geopend, zo gestretched. Maar je werkt dus aan die verticale verbinding. En ik zou het, tenminste zo zou ik het in de mensentaal uitleggen. En wat je doet is eigenlijk je steeds meer je hogere zelf manifesteert in dit aardse leven. Dus je connect met je innerlijke bron. Ja, net zoals ze zeggen van alle antwoorden zitten in je hart. Eigenlijk reis je ook in je hart en vind je daar alle antwoorden. Je wordt je eigen channel en je vindt je eigen antwoorden in jezelf. En vroeger ging ik naar seminars, las ik allerlei boeken en ik luister nog steeds inspiratie, want ik vind het gewoon altijd leuk. Maar stukken minder en ik zie mezelf dus nu echt als mijn eigen bron. En ik ben zo dankbaar ook dat ik dit kan doorgeven. En als ik zie wat voor processen mijn klanten meemaken, het is zo bijzonder. Je hebt best wel wat lef nodig om daar ook op te handelen. En zo vond ik het dus ook dat ik had wel wat lef nodig om mijn naam aan te passen naar Maria Joanna. Maar wat de boodschap zeker is in deze video, is als je intuïtief iets voelt, handel er daarna. Want ons denken is juist hetgene wat ons blokkeert. En we zijn het zo gewend om te moeten nadenken, heel erg te moeten analyseren. Het wordt ons op school geleerd en de maatschappij geleerd. Maar als je dan tot je innerlijke waarheid komt, dan kom je tot een heel andere conclusie. Op heel veel vlakken sowieso, maar zeker intuïtie is zoiets belangrijks. En ik zou echt zeggen, als je werk aan je verticale verbinding, luister naar je innerlijke wijsheid. Want
als je dat doet en je neemt de actie op, dan is het zo mooi. En ja, ook nu ik hier ben, ik vind het gewoon zo leuk om mezelf ook voor te stellen als Maria. Want niemand kent me hier natuurlijk als Mariette. En het is gewoon heel erg fijn voor mij om zo te starten met mijn nieuwe naam. En ik merk echt een verschil van, oh, Mariette die dacht zo. En Maria die is eigenlijk, leeft veel meer in overgave. Heeft gewoon vertrouwen. Maakt gewoon lol. Die sowieso oordelen, ja, oordelen vallen allemaal weg. En ik dacht, oh, vroeger zou ik het echt nooit hebben gedaan. En nu gaat het vanzelf. Ja, mijn werk gaat dus vanzelf. En ik vind het zo leuk om te doen. En ja, ik voel me gewoon enorm gezegend. Dus ik wil gewoon nog veel meer mensen helpen om ook zelf hun eigen innerlijke bron aan te boren. En gewoon de channel te worden van jezelf. Dat je echt alles vanuit jezelf naar buiten zet. En niet naar anderen blijft kijken van hoe je dingen zou moeten doen. Wat ik als Mariette wel vaak heb gedaan. Ik doe het nu gewoon op mijn manier. En Mariette is een heel belangrijk onderdeel geweest van Maria. Die heeft een enorme goede basis en fundering gegeven aan Maria. Waar ik heel blij voor ben. En ik, ja, ik heb eigenlijk zoiets van, ik kan eigenlijk niet eens meer zo goed in de toekomst denken of zo. Dus ik leef gewoon in het nu. Ik ben ook benieuwd hoe lang ik hier blijf. Of ik in Nederland weer ga wonen. Hoe lang ik in Nederland blijf. Ja, zoals ik het nu zou zien, zou ik zeggen dat ik in Nederland wel weer groepsactiviteit zou willen doen. Om vervolgens te gaan doorreizen naar Zuid-Amerika. Maar geen idee. We zien het wel hoe het loopt. Nou, ik wilde het gewoon even delen. De impact van mijn naamsverandering. Dat sommige dingen dus heel onlogisch lijken met je hoofd. Maar blijf je gevoel volgen, want je maakt dingen mee die je dus niet voor mogelijk zou stellen. Nou, tot in de volgende video. En tot die tijd, blijf bij jezelf en maak je eigen keuzes.